Jagers uit het hele land kwamen zondag naar Horst om hun jachthond op de proef te stellen. Tijdens de jachthondenproef moet de hond zelfstandig afgeschoten wild in het veld ophalen. Als ze dat volgens de regels doen, dan krijgt de hond en zijn voorjager een felbegeerd diploma. Tegenwoordig is het ook zo dat heel veel mensen een hond hebben. Ze willen ermee werken. En op deze manier zijn de proeven ontstaan waar mensen met een jachthond samen met een hond proeven kunnen lopen en mooi bezig zijn in het veld met hun honden. Om met een diploma naar huis te gaan, moet er veel getraind worden met de hond. Dat begint al op jonge leeftijd. Een puppyjachthondentraining. Daar beginnen puppy's al met een klein apportje te halen. Daarna gaan ze naar de cursus, de CB. Dat is voor dit gebeuren bedoeld. Dit zijn de CB-proeven. Daar trainen ze voor. Daar hebben ze een trainingsgroep voor. Daar zitten wat honden op. En dan hebben ze nog een meervoudig apporteercursus. De jachthond heeft dus eerst een hele opleiding af te leggen voordat ze met alle proeven mee mag doen. De proeven zijn een afwisseling in moeilijkheidsgraad waarbij de hond iedere keer een apport moet zoeken. Ja, dit is proef F van een SJP, een standaard jachthondenproef. Het is een verloren zoek in het bos. De honden moeten zelfstandig een wild ophalen in het bos en ze mogen niet geholpen worden door de voorjager. Dit is markeren wat we hier doen. En ik beoordeel het werken van de hond, hoe dat hij dus zijn opdracht uitvoert. Of dat hij steady is, dat hij goed op plaat blijft zitten. Hij loopt naar het wild, het oppakken, het terugkomen en uiteindelijk het apport weer. En daar geven wij dan een punt voor. Ja, en we hebben vandaag 90 honden, dus we hebben best wel wat te doen. Ja. En die proeven zijn niet voor iedere hond even makkelijk. Er zullen echt niet alle honden het certificaat halen. De C-proeven zijn voor de B-honden wel makkelijk. Maar daarna een markeerapport, ja, daar vallen toch helaas slachtoffers bij. En een overwater, ja, ook niet alle honden gaan even goed en makkelijk over water. Er zijn toch wel trainingen voor nodig. En dan moet je toch wel denken aan een jaartje of twee, sommige honden wel 3 jaar, voordat ze echt het behaalde resultaat gaan halen. Met deze hond is nog niet gejaagd, omdat ik er dus de jachthondenproeven mee doe van de Orwea. En ik ben aan het proberen om er dit jaar een A uit te halen, maar het is moeilijk. Dus de proeven vandaag zijn heel goed te doen. Alleen het waterwerk was vandaag wel vrij moeilijk voor haar, omdat ze het toch ook wel leuk vindt als er ergens beweging is om er met haar dikke neus bij te zitten.